Mijn naam is Stefan van der Einde. Ik ben commercieel directeur van PostNL Pakketten. Pakketvervoerder in Nederland. Ah, kijk aan. Het congresthema is dit jaar Reinventing Retail. Wat draagt Post.nl bij aan het opnieuw uitvinden van de retail? Wat zijn jullie innovaties daarin? Ja, kijk, als pakketbezorger komen we aan de deur en daarmee zijn we vaak het visitekaartje van de webshop die online iets verkocht heeft. Wij proberen op twee manieren aan een stuk innovatie bij te dragen. Enerzijds door het kopen online zo makkelijk mogelijk te maken voor de kopers. Denk dan aan allerlei zaken als extra vroege ochtendbelevering, avonduitlevering van pakketten. Maar ook applicaties waarmee een consument zijn pakket kan volgen en kan herrouteren onderweg. Dat zijn de innovaties van de afgelopen twee jaar. Aan de andere kant proberen we ook heel sterk markten te helpen ontwikkelen. Zo hebben we afgelopen jaren een product gebouwd, Extra at Home, waarbij we ook de mogelijkheid bieden om extra grote spullen, meubels, witgoed, om dat thuis te bezorgen. Eventueel over de drempel te tillen, aan te sluiten indien gewenst voor de consument. En het oude wasmachine weer mee terug te nemen. En op dit moment kijken we ook naar de mogelijkheden die er zijn in de belevering van food. Dus op deze manier proberen we ook markten te ontwikkelen. Hoe ziet u de toekomst van de Nederlandse retail? Welke rol spelen e-commerce en mobile daar dan voor u in? Ja, kijk, als je naar de Nederlandse retail kijkt, zal substitutie als gevolg van kopen online zal verder toenemen. Dat komt ook uit alle onderzoeken. De consument, het speelveld van de consument verandert. De manier waarop die consument zich oriënteert, mede door de mogelijkheid die internet hem biedt, die de tablet, smartphones bieden. Uiteindelijk de oriëntatiemogelijkheden worden finaal anders voor die consument. En die zal steeds meer en steeds vaker online kopen. Zeker als ook de consument steeds verder ontzorgd wordt in zijn online aankopen. Dus ik denk dat online aankopen verder zullen groeien. De verwachtingen zijn zelfs dat die meer dan zullen verdubbelen de komende jaren. Oké, nou prachtig. Ik wilde u even dan bedanken voor uw tijd, voor het interview. Okay. En dan zou ik zeggen, geniet nog van het congres vandaag. Dank u wel.